Ja, Benjamin, dat was de eerste horde dan, hè? Hoe zou je het zelf omschrijven? Met heel veel geluk. Dat het eigenlijk niet verdienen, maar we staan wel in de finale. Ja, vond je niet verdiend? Nee, tuurlijk niet. Ik vond het leek alsof we in de Eredivisie club waren. Het is iets om over na te denken, serieus hoor. Dat, laten we heel eerlijk zijn, maar diep van binnen ben ik toch heel erg blij. Het gaat uiteindelijk om het resultaat. Even naar het belangrijkste moment in de eerste helft, de penalty. Hè? Ja, op een gegeven moment, het was een terechte penalty. Wat dacht je toen? Ik neem die hoek en ik weet zeker dat ik hem heb? Eigenlijk is het een kwestie van huiswerk doen met onze analist Roel de Liège. Wij kijken altijd alle penalties. En het is gewoon een zaak om... het is gewoon een spel. Ik weet nou dat dit de spelers van Cambuur of MVV dat ook gaan zien. En lezen. En dan gaan wij. Nou begint het spelletje echt. Ik wou net zeggen, de finale begint nu pas eigenlijk. Hè? Want ja, dit was de nummer 13 van de Jupiler. Met alle respect, ja, daar moet je gewoon van winnen. Klaar. Als je zo speelt tegen Cambuur of MVV, dan ben je kansloos. Ben je dat met me eens? Dat zien we dan wel weer. Dat is snel, hè? Donderdag al, hè? Ja, maar dat zien we dan wel weer. Ik heb wel een ploeg gezien die... Er voor vocht vandaag. En dat heb ik in de competitie vaak niet gezien. Ben je dat met me eens? Nee. Het is gewoon, we maken die ruimtes veel te groot allemaal. En dat is echt iets om over na te denken. En tactisch moet het... maar het gaat om trots, om passie. Het besef dat de banen op het spel staan van onze lieve dames achter receptie bijvoorbeeld. En dat besef, dat mis jij bij sommigen? Nou, als dat besef er is, kan je niet slap beginnen. En dat gebeurde wel. En dat kan misschien met meerdere factoren te maken hebben. Maar je kan niet slap beginnen aan deze wedstrijd. En dat is onacceptabel. Dat is dan een les voor donderdag en zondag. Dat is echt een les.